Yo mensen van Voetbal Gehoord, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Hunger Games. Hier met Quincy, de Q-Power, hallo. Hallo. Hi, en natuurlijk met de wel zo bekende HHJR1, Jeremy hier. Ja toch? Ja. Ja, oké. We hebben vrienden, zoals Jeremy net al noemde, maar dat was een fout. Dat heb je niet gehoord. Dat was een fout op. Maar we hebben vrienden. Dus, maar ja, goed, met die vrienden moeten we nu wel even een keertje... Oh, oh god, ik heb hem niet. Ik heb hem. Oh. Laten we onze vaste route gaan lopen, mensen. Oh, Quinn zit al diep in gevecht. Jullie zitten allebei al diep in gevecht. Oké. Ik loop intussen de route. Maar... Wat heb ik allemaal? Ik heb alleen een boog gekregen. Ik ben Quincy kwijt, maar... Geen probleem, ik kom maar aan. Ja jongen, ik loop die cave in, weet je wel, met ja, het water. Ja, ik zit achter je, heel ver, maar ik zit achter je. Oké. Ik pak even een paar kisten. Pak jij maar een paar kisten. Wow! Holy shit! Damn, what? Ja, ik deel zo spullen, want ik krijg zo meteen ook mijn kit, dus... Ik krijg zo meteen ook mijn hele goede geüpgrade kit en zo. Ja, Warrior 5 toch? Knight 5. Oh ja, Knight 5. Ja, ik haal een beetje Warrior en zo door elkaar. Oké. Oh mijn god, ik heb een helm. Oh shit, oh god. Oh god. Hij heeft leer. Ja, maar ik heb geen zwaard. Heb je geen zwaard? Ja. Nu wel. Ja, ik zag godsamme. Kom hier. Het is een stone sword, dus dit kan slecht aflopen. Ja, oh god, oh! Ik ben dood. Ik kan echt niet uit, Matthijs, doorgaan. Oh, ben je dood, Quincy? Ja, er was een paard, man, in de weg. Ik heb echt frame drops, man. Ik moet even zo mijn render... Oh god, het is heel druk hier. Ik zit nog... Sorry, Jeremy. Oh god, Jeremy, ga je dood. Oh, wat? Hij had half a heart. Kom op, Matthijs. Wat gooit hij op en... Oh god, Slonus. Ik heb nu ook... Godsamme. Waar is hij? Oh, daar. What the fuck? Huh? Hoe heeft hij ineens weer 20 hartjes? Dat was raar. Heeft hij slash heal gedaan? Hij is een helper. Oh mijn god. Is hij een helper? Wauw. Het is een helper. Wat hij had net toch maar iets van 2 of zo, toch? Ja, wat een loser. Nou, Hypixel, als je deze persoon even in de gaten wil houden, alsjeblieft. Ja, bedankt. Mijn god, ja, dit is echt naaiend. Wauw. Kom, we gaan even kijken of het nog steeds zo blijft, of die het zo meteen weer gaat doen. Nou, laten we maar gewoon doorgaan met de serie. Goed, naar het volgende potje dan maar. Goed, mensen, we zijn weer terug bij het volgende potje hier in de Hunger Games met nog steeds Quincy. Dat er nu geen helpers zijn die irritant zijn. Inderdaad, net was een helper en die had misbruik gemaakt van zijn krachten. Maar ja, we zijn in district 8. Oh, dat heb je al ontdekt. Ja. Oh ja, we staan naast 7 en 9. Ik zie jou niet, Jeremy. Ik zie jou niet. Wij zijn 8. Oh ja, daar acht. Is Jeremy. Hè? Lol. Wij zijn 8. Als je dat deelt door 4, is dat 2. Als je daar 1 bij optelt, is dat 3. Een driehoek heeft 3 kanten, Illuminati confirmed. Stop maar weer. De Illuminati. Ja, ik loop weer dezelfde route als altijd. Ik heb geen zwaard. Missy, ik loop weer de andere kant ergens op. Ja, en ik kill iemand. Hij heeft nog maar 4 AP. Waarom Chris? Okay, waarom loopt hij altijd weg? Oeh. Moet je opletten, dan krijg ik helemaal niks in deze kist. Nee, dat bedoel ik. Oeh. Oh, er zit een heel team achter me aan. Er zit een heel team achter me aan. Ja, dat bedoel ik, Chris. Waarom loop je weg? Dit vind ik wel leuk. Ik heb sexy pants. Oh. Ik heb heel veel hoedjes. Ik heb genoeg gear, denk ik. Jeremy, wow, oké. Ik heb nu ook genoeg gear. Wacht, oh, wauw. Waar zijn jullie? Bij de cave. Oké. Wij zijn bij de cave. We kunnen terugkomen naar spawn. Wacht, heeft die cave 2 uitgangen? Ja.
Oké, dan weet ik waar jullie zijn. Ik kom er naartoe. Ja, de cave 2 uitgangen. We wachten hier wel even. Ja, laten we zo meteen naar die... Oh, ik zag mijn blaze damage krijgen, of was jij dat? Ik ben nu bij... Dat was ik. Oké, wow, waar gaat mijn blaze naartoe? Hij wil naar de hemel toe. Volgens mij gaat hij iemand... Voor mij spot hij iemand of zo. Laten we even wachten op Quincy en dan laten we naar de andere cave gaan. Die aan die... Maar zit trouwens in die ijscave. Waar ben je, Quincy? Ja, ik ben nu bij Spaan. Oh. Dus... Ja, ik kom kom jullie kant op. Over die berg ben ik aan het lopen. We gaan allebei naar boven. Ja, ik ga ook naar boven. Zometeen zien we elkaar op de punt. Oh, je komt ook echt van boven. Kijk hoe hoog ze gaan. Oh, en dan tp ze terug. Kijk dat dan. Ja, ik zie hem. Ik zie ze wel. Waar komt Quincy vandaan? Ik kom van die hele hoge berg, waar twee vlaggen op staan. Oh, daar is iemand. Volgens mij zie ik jullie. Ja, een Blaze. Waarschijnlijk jij. Ja, hallo. Quincy, jij bent hele goed. Quincy, kom hier dan. Ja, maar daar... Oh, oké. Ja, wij hebben spullen. We hebben spullen, dus kom. Oh. Jullie hier, dit. Ik ga ze opvangen. Yes, thanks. Quincy, okay. achter je gaat nog een zwaard weg. Oh. Oké, kom, let's go. Laten we die gozer maar even in zijn waarde. We gaan naar die cave toe, voordat hij zo meteen leeggeroofd is. Waarschijnlijk al is, maar weet je... Fuck dat, misschien zit er gewoon even kijken. Je misschien weet maar nooit. In deze cave zit altijd wel goede spullen, vind ik hoor. Oh. Even kijken hoor. Oh, gods. Hier zit een kist. Oké, niks in. Echt alleen maar troep. Helemaal niks. Hier zo. Wow! Dit is wel helemaal leuk. Helemaal niks. Ik ga wel brood even maken. Quincy, heb je genoeg voedsel? Ja. Ah, ja, alleen rauw voedsel en rotte fles. Maar ik heb een paar broodjes voor je. Quincy, ik heb een broek voor je. Heb je een broek? Nee, oké. Ik heb hier, even kijken hoor, schoenen en een broek. Ja, bedankt. En ik heb geen extra sexy pants voedsel. En die hou ik lekker. Was er een crafting table daar binnen? Ja, daar is gekregen. Ja, oké, dan ga ik even al. Ik hou buiten wel even de wacht, jongens. Top. Ik heb geen idee of er iemand aan. Als er iemand aankomt trouwens, dan ben ik best wel screwed. Of hoezo ben jij screwed? Ja, oh nee, ja, jij bent bijna. Ik zag je niet. Ja, ik heb 12 brood. Ik zet even mijn render distance wat. Ja, ik heb het even wat hoger gezet, anders dan zie ik niemand. Maar nu staat hij iets te hoog, dus ik zet hem even iets lager. Twee chesten. Wat? Nee, jullie vergaten twee. Ja, maar we zaten chests in waar voor de rest niet echt iets in zat. Dus die hebben we eigenlijk maar gewoon zo gelaten. Oh, hier zat wel aardig wat in. Klopt, die chest heb ik al geopend. Oké, wow, okay. Ja, let's go. Nee, ik heb twee kompassen. Oh, oké. Laten we even naar die gozer zoeken. Niet dat je wat aan hebt of zo, hoor. Maar... Jawel, wacht, gooi eens eentje. Oh, pas op, daar. Matthijs, terug. Kom, terug. We pakken ze. Ze hebben nog... Oh, oké, team van 3. 3 versus 3. Nou, iedereen gaat voor een ander dus. Ja. Oh, gossie. Wow. Ah, ik ben dood. Oké, ik maak het af. Ik heb de mijne dood. Matthijs, hulp hier. Oh, jij bent laag. Laten we weggaan dan. Laten we nu maar weggaan. Nee, ik blokkeer je. Wow! Ik ga voor je staan. Wow. Ik heb meer levens. Wow, jongen, Matthijs, die gozer. Voor je staan. Die gozer die heeft dikke. Oh, je blazes! Oh god! Nee! Oh, er komen nog twee aan, Jeremy. Oké, dit ga ik doen, jongens, moet je opletten. Ja, ik was echt low, ouwe. Ik had echt gewoon best wel even een dik gevecht met mijn gozer. Zet er iemand achter me aan? Ja, er zit nog steeds dik achter je aan. Hij haalt je bijna in. Ja, hij heeft speed. Vanwege een kill. Oh, jij gaat met je poten! Oh god. Ga er snel vandoor. Ik had jammer. Speed. Ja, hij ook. Hij ook. Hij had ook iemand gekilled. Ik had hem wel kaart gerekt. Ja, ik zag het. Ja, dat wel. Hacker, it's okay, hacker. I just pwned you. Get shrekt.
Was wel een leuk potje. Nou, in ieder geval, dames en heren, dit is alweer het einde van de aflevering. Nou, oké, okay, het gaat best wel snel, maar ja, weet je, dit is... Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie dan de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Hunger Games. Met Jeremy, sowieso. En hopelijk ook Chrissy weer terug. Oh god. En ondertussen ben ik die gast aan het... boos aan het maken. Ja, ik heb het gezien. Nou, sure. Bye bye. Totally got skills like a Technoblade. Just like that. just my own skills, bruh. Zo goed. Nou, in ieder geval, dames en heren, bedankt voor het kijken en later! Hey.